Hello! Of het extra druk met zich mee bent omdat ik de 77 kilo kampioen ben. Ja, elke partij is anders en het maakt niet uit of je nou kampioen bent of niet, maar ja, je moet gewoon elke partij alles geven. Ja, of ik nou de 77 kilo kampioen ben of niet, weet je, iedereen is van vlees en bloed, dus nee, ik vind eigenlijk niet dat het per se extra druk meebrengt. You know they tried to stop me, they tried to bring me down. But now I'm at the top seat, so how you like me now? Ja, ik vecht een rematch tegen Jay Overmeer. Dat is een talentvolle jongen die ook goed bezig is. Ik heb al een keertje tegen hem gestaan, dus wordt een rematch. In die periode was het nou eigenlijk niet helemaal heel lekker eigenlijk, want het ging van alles eigenlijk fout. Ik heb dat toernooi gewonnen, ik heb gewoon een titleshot. Kijk, tuurlijk, het zijn hartstikke goede jongens, het zijn aardige jongens. Rutsel, Mark Rijsburg, kunnen goed vechten, weet je, ze proberen goed te vechten. Maar je kan niet zomaar een paar trainen omhoog gaan. Weet je, als ik gewoon een aantal partijen verloren, dat is op niveau, weet je. En dan denk je dus die stap te kunnen zetten. En voor mij dacht ik bij mezelf, ja, pff, dat is even een opstappertje, even een opwarmertje naar die, ja, naar een minder goede periode voor mij. En daarom heb ik het even snel afgehandeld. Ja, deze papieren check is voor jou. Gefeliciteerd. Ja, nou ga ik even met mijn oude trainersmaatje even een stukje recht zetten. Want Jay zit daar gezellig te lachen met zijn pa samen. En die rematch komt eraan, man. Ik wacht op je dag. Voor mij is het niet zomaar een partij, want Jay ken ik vanaf kleins af. Dus het is niet zomaar een partij. Je moet het zo zien dat alsof je twee broers hebt en die moeten dan in de finale tegen elkaar. Zo moet je het zien. Dus op die dag zullen we zien wie het slimste is. Want ik ben strategisch ben ik wel heel sterk. Als ik het goed heb ik daar wel 30 jaar getraind. Ja, ik trainde de jeugd op dat, toen de tijd. En Jay zat daar, die was een van de jeugd. Ik heb de basis en heel veel dingen heb ik daar geleerd. En dat ik voor mezelf verder ben gegaan, ja, is de stijl aangepast en geëvolueerd. Ja, zo gaan die dingen. Jay, tempo-based, combinaties achter elkaar, dat is zijn sterkste punt. Maar van zijn sterkste punten kunnen we het niet winnen. Dus ik moet kijken wat zijn zwakke punten zijn, daar gaan we aanvallen. Want niemand heeft geen zin om tegen Mike Tyson te gaan boksen. Je gaat verliezen, ik ga met hem dammen, dan win ik. En dat gaan we met Jay doen, we gaan niet conditietoestanden doen. Want hij is, dat is zijn werk, dat is zijn gebied. Het zijn terrein. Ik denk dat we iets anders gaan moeten doen. En als Daryl onze opdracht kan uitvoeren, dan moet die titel naar ons komen. Hij start eigenlijk zoals we hebben afgesproken. Gewoon constant druk erop, bewegelijk. En Daryl heeft moeite om erin te komen, om echt zijn spelletje door te laten gaan. En ja, je ziet dat Daryl last heeft. Om in dat spelletje te komen. Want Jay bepaalt het gewoon. En hij zit te kijken of hij op de counter kan werken en dat lukt af en toe. Maar er zijn al verschillende stoten trappen lekker aangekomen. En dan begint het nu te voelen en dan zie je hem ook wat rustiger worden. Hij gaat lekker op de counter nu. En dan zijn we weer weg. Er zaten gewoon dingen niet goed. Het zat niet lekker in. Zo heb ik die partij gewoon weggegeven. Weet je? Ik heb ook allerlei rare fratsen uitgehaald. We springen wat eigenlijk niet nodig was. Dat geef ik gewoon eerlijk toe. Okay, dat zo ben ik ook wel weer. Weet je? Ik heb gewoon verloren, klaar, hij heeft gewonnen. Ik heb gewoon niet mijn best gedaan. En daar hoef je niks, geen excuus over te hebben. Ik heb gewoon verloren. Ja, dat is in de game. Of je wint of je verliest. Maar je kan niet aanhalen van ja, maar ik zat, oh dit, nee. Ik heb die partij gewoon verloren. En de volgende partij moet ik gewoon mijn best doen om te kunnen winnen.
En daar gaan we gewoon van. Ja, het was een mooie technische partij. Ik zette gewoon heel veel druk en na de eerste ronde zag ik gewoon dat het werkte. Ik vecht gewoon eigenlijk altijd hetzelfde tegen iedereen. En ja, dat werkte, dus dat bleef ik gewoon doen eigenlijk 3 rondes lang. En dat, toen had ik gewoon unaniem gewonnen. Ja, gewoon veel combineren. Niet dicht blijven staan, gewoon goed wegstappen. En ja, niet in zijn stoot lopen, niet in zijn val lopen. Gewoon lekker doorcombineren. We have a winner of this contest. And the winner of the 4-man tournament, 77 kilograms. With unanimous decision of the judges. From the red corner, Jay het wel. Kijk, ik weet zelf nog niet hoeveel mensen hij echt neer heeft geslagen. Dat heb ik eigenlijk ook niet echt teruggezien. Ja, ik hoef daar niet over op te scheppen. Ik heb wel bewezen. En niet 1 keer, ook niet 2 keer, ook niet 10 keer, ook niet 20 keer, ook niet 30 keer. Weet je, en die laatste waren ze ook bij, dus ook 2 keer. Even zo, weet je, ik denk ja. Dat beelden zeggen toch genoeg. Darren is een countervechter, maar met Jay kan het niet, want hij blijft komen. Want hij trapt 3 keer achter elkaar en als je dan gaat counteren met 1 stoot, dan krijg je weer 2 trappen of 3 stoten. Het is wel niet hard, maar het is constant. En dat is zelf, dat is hard. Je kan 1 harde klap krijgen of 20 zachte, iets minder, maar dan is het hetzelfde effect. Want wat Jay doet, wat zijn sterkste punt is, dat hij niet de jongens fysiek kapot maakt. Hun longen maakt hij kapot. Want als je meegaat in zijn tempo, je bent niet gewend, dan zit je fout. Ik zou zeggen van dat hij dan Susanna moet vragen aan Fernando Groenhart. Nou, ik kan het zelfs aan Daryl vragen. Ja. Ja, ik denk dat de mensen tegen wie ik gevochten heb wel weten dat het niet allemaal tik, tik, tik is, maar dat het gewoon pijn doet, zoals ik ook al in het vorige interview heb gezegd. Dus ja, dat hij alleen kan winnen als door me eruit te slaan, ja, dat kan hij proberen. Dat heeft Fernando ook geprobeerd, een paar rondes lang, en uiteindelijk lukte het ook niet. Zo heb ik die partij eigenlijk weg moeten geven, want ja, op zich is het geen jongen waar je zegt van wow, daar moet ik echt hard voor trainen, dat is een heel gevaarlijk iets, weet je. Ik heb over hetere vuren gestaan.